Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Het is niet echt een aflevering, het is meer voor mezelf, maar ik denk ik neem jullie mee. Wat ik altijd doe is als ik metaaldetectors binnenkrijg, ga ik allerlei verschillende soorten testjes doen. Meest laat ik ze niet zien, want als je een testje doet, is er altijd iemand die er kritiek op heeft. Want als je iets doet, dan zeggen ze altijd ja, maar je moet het zo doen. Of ja, maar dat is dit. Of ja, maar. Nou, ik heb niks aan ja, maar. Ik doe het lekker op mijn eigen manier, zoals ik het al jaren doe. En ik vergelijk een beetje metaaldetectors die bij elkaar horen. Waren het niet dat ik vorige week de Legend binnengekregen heb? Noctemaker Legend beweert met zijn nieuwe multifrequentie machine aan de top te zitten. Dit moet een topdetector zijn. En daar bedoelen ze mee het hoge klassement. Dat kan wel wezen. En ik heb ermee gezocht en zo voelt hij ook. Maar wat wil je nou van zo'n metaaldetector? Nou, je wil dat hij minimaal vergelijkbaar is met andere metaaldetectors die aan de top zitten. En er zijn er wel meerdere, maar ik heb er toevallig nog één. En die is ook nog niet zo oud. De XP1002. Dit zijn twee metaaldetectors die aan de bovenste laag van de metaaldetectors horen. Dit zijn twee pro-metaaldetectors, zo wordt het ook wel genoemd. Zijn ze aan elkaar gewaagd? Gaat de ene veel dieper? Is de ander veel feller? Wat? We weten het niet meer. Wat ik wel weet is, dit is één van mijn favorieten. En dat is niet eerlijk, dat weet ik, want de Deus 1 was ook al één van mijn favorieten. Dus het is heel makkelijk dat deze bij mijn favorietenlijstje wordt geschoven. Dit was in de middenklasse een van mijn favorieten. En dan heb ik het over de Simplex. De Simplex was voor zijn prijsklasse en zijn doeleinden ontzettend goed. Er zaten wel wat haken en ogen aan. Maar het was zeker een hele goede metaaldetector. Maar nou wil ditzelfde merk mee gaan doen aan de top. Is die dan ook net zo goed als de top? En ik heb er nu twee. En ik weet wel dat er aan het einde van dit filmpje reacties komen van ja, maar je mist nog die metaaldetector. Ja, maar je mist nog die metaaldetector. Dat klopt. Het is ook een indicatie. Het is een gevoel. Het is een klein beetje kijken. Een beetje fingerspitsgevoel. Dus je kan niet één op één hard zeggen van oké, dit is het. Maar het is wel een goede indicatie. Ik heb hier drie gaatjes gegraven. Ik laat jullie zo wel even zien wat ik erin gestopt heb. Maar het gaat om een ring van goud, hoog karaatsgehalte. Het gaat om 1 gram goud, ook hoog karaatsgehalte. En het gaat om een gouden ducaat uit 1770, ook hoog karaatsgehalte. 3 gouden items die we allemaal graag zouden willen vinden op een respectabele diepte. Goed, ik heb hier een gaatje gegraven van ongeveer 25 centimeter diep. En ik ga daar een gouden munt in leggen. Aan de onderkant, daar komt er wat vette klei bovenop. Huppatee. En de kluit gaat weer dicht. 1 gram goud. 1 gram. Dat is echt niks. Dat is echt, als je niet oplet, ben je het kwijt voordat je het gevonden hebt. Ik heb hier al een gat gegraven van ongeveer 20 centimeter diep. En daar doe ik 1 gram goud in een zakje. En die leggen we hier op de bodem. Beetje klei erbovenop. En het kuiltje weer. Even aanstampen. Hoppatee. En ik heb een gat gegraven van ongeveer 20 centimeter diep. Met een gouden ring erin. Gouden ring aan de onderkant van het gaatje. Kleigrondje er weer op. Dekseltje dicht. En zo heb ik 3 gaatjes met 3 keer goud erin. Gaan ze alle 3 pakken? Laten we beginnen met degene waarvan ik eigenlijk van tevoren al kan voorspellen dat hij ze zo en zo vindt. De XP1002. Dus de gouden ring. En die ligt ongeveer op een 15 tot 20 centimeter.
geeft heel netjes 84 aan. Dan. Dit is de moeilijkste. 1 gram goud op 15 à 20 centimeter diepte. Hij pakt hem, maar begint wel een beetje te twijfelen. Als je er goed overheen gaat, doet hij het goed. Ik zou hem in ieder geval niet voorbij lopen. En hier ligt de dukaat en die heb ik ietsje dieper gedaan. Alle 3 geslaagd. Maar ja, daar was ik ook niet zo verbaasd over. Dan. Nocta Macro Legend. Ik zal hem ietsje verder uitschuiven. We zetten hem aan. Al loopt dat het eerst een programmaatje na, dus het duurt ietsje langer voordat hij aanstaat. Maar dat klets ik wel vol. Er staat hier ook LD, loading. En op het moment dat hij aanstaat, geeft hij een mooi signaaltje, gaat hij piepen, staat hij op een programma. Hij staat in dit geval op field. Ik zet alles open, dus geen discriminatie. En de sensitivity staat ook voluit. Nou, die hadden we gehad. Hij geeft een brom aan. Waar de XP-deus echt zei van bam, dit is een goed signaal, geeft deze een laag signaal aan. Kunnen we er wat aan doen? Twijfelt hij heel erg? Hij pakt het wel. Hij pakt het wel. En die munt is ook geen enkel probleem, terwijl de munt wel dieper legt dan die 1 gram goud. Maar die 1 gram goud is natuurlijk veel kleiner als die munt. Nou. Ik heb de reactiesnelheid wat lager en nu pakt hij hem wel. Dus alle 3 geslaagd. Vonden jullie dit nou leuk? Probeer het dan zelf thuis ook eens. Pak gewoon een metaaldetector, graaf een gaatje, gooi er wat in, gooi hem dicht en kijk hoe je metaaldetector reageert. Daar leer je van. En je weet van tevoren wat er legt. Dus je weet ook van tevoren van oké, als dat er legt, zou het zo moeten kunnen klinken. Zou die dat soort VDI kunnen geven? Als dat aan de hand is, kan ik die knop drukken, komt die wat meer naar voren. Kan ik die knop drukken, gaat die wat van me af. Dat is het mooie, als je van tevoren al weet wat er in dat gat zit. Dat je met je instellingen kan spelen en zelf voor jezelf kan bedenken. Hij komt beter door, hij komt slechter door, dit gaat helemaal goed, dit is ruk. Dat is het voordeel van zelf wat testen. Zijn ze nou allebei even goed? Nou, dat weet ik niet. Moet je zelf maar uitzoeken, koop ze alle 2. Nee. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.